mijn werk gaat eigenlijk heel veel over ruimte. En je zou grofweg kunnen zeggen, je hebt ruimtes waar je heel klein, hè, celachtige ruimtes of de wc of een, hè, waar je heel klein kan zijn. Maar je hebt ook ruimtes waar je heel erg groot kan zijn. Dus hele grote stationshallen of Schiphol-achtige vliegtuigen. De ruimtes zijn mijn psychologische portretten als het ware. Maar dat je eigenlijk uitgenodigd werd om erin te stappen of om erin rond te lopen. Want eigenlijk je eigen fysieke aanwezigheid ten opzichte van die tekeningen, dat bepaalt je ervaring van de beeldende kunst. Dat vind ik eigenlijk ook altijd wel mooi van beeldende kunst. Dat je zit hier in je hoofd, je kan het bedenken, maar je kan het zeker bij die film, zoals we daar net gestaan hebben, die kan je ook voelen, zeg maar. Het is niet alleen meer in je hoofd, dus je gaat het ervaren. Dus ik vind het meer het gevoelsmatige aspect, het fysieke, het lichamelijke aspect, wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden van het tekenen, dat wil ik ook de kijker meegeven. En daarom is de maat van belang, de projectie, De tijd, al die factoren helpen mee om de bezoeker even in mijn wereld te krijgen. Tekenen heeft me in die zin ook veel gebracht. Heeft me ook wel in de wereld gebracht. Waar ik eigenlijk vanuit het tekenen heel erg naar binnen ging. En me heel erg in mijn eigen reservaat, zoals mijn eerste boek heette. Ik zat echt in mijn reservaat. Dat was eigenlijk ook wel zo. En dat zit ik af en toe nog graag. Maar ik heb wel ontdekt via tekenen dat ik kan communiceren met de mensen. Ik ontdekte door die performance in het Centraal Museum voor het eerst met name, dat er een enorme lange wand was waar iedereen die tekening trok van 17 meter. Alleen maar het trekken van een lijn. En dat mensen na afloop allemaal verhalen aan mij gingen vertellen over hun leven. Toen dacht ik, oh, dat is verrassend. Hebben ze een lijn van 17 meter getrokken, of soms, sommigen deden dat een half uur. En dan gingen ze een verhaal over hun leven vertellen. Omdat ze hadden sinds hun achtste niet meer getekend of zo. Hè. Ik heb dus ook de passie voor het tekenen. Ik vind het eigenlijk steeds leuker worden als ik dingen kan genereren waardoor ik met mensen kan communiceren. Zoals ik bij Call of the Mall op het station ook heb ervaren. En met die lijntekening. Dat zijn eigenlijk de twee beste voorbeelden waarvan ik dacht, huh? Waarom zit ik in mijn atelier? Waarom zou ik niet gewoon op het station? En eigenlijk verbaast het me nog steeds ook op dit moment dat het nog zo weinig. Ik denk dat de kunst nog veel meer de straat op zou kunnen. En nog veel meer in de wereld zou kunnen staan. En ik denk dat we dat als kunstenaars ook moeten gaan doen. Omdat we anders veel te geïsoleerd. Ik ben erg graag geïsoleerd, maar we moeten ook af en toe verbinden met elkaar. Ik denk dat daar de tekenkunst en de kunst in het algemeen daar heel veel kansen heeft eigenlijk.